Gitverdimme. Ja. Beste reizigers, goedemorgen. Ook na een weekendje Manchester moet ik natuurlijk gewoon weer werken. Zo. Kun jij dat? Eieren bakken. Wauw. En dinges en aardappel en kefir met knol. Oh nee, het is knol iets. Pastinaak. En kefir met klonten. Klonten. Oh, oké. Okay. Oh, het is echt heerlijk weer buiten. Help jij mee, Senat? Even vandaag. Oké. Okay. Kunnen we Lotte vragen wat voor boot dit is en waarom die hier ligt? Ja, ik denk 030 Utrecht, maar... Ja, maar ik weet niet of het zo werkt. Niet hoor. Inderdaad. Samen. Wel echt zo'n dag dat dit uitzicht veel beter is dan met die stomme gordijntjes ervoor. Toch? Ja, ja, licht en ja. Misschien ben je er gewoon mee. Ik bedacht me nog iets. Ja, niet. Ja. Wel, ja. Vrijdag moeten we de boomschotel gaan eten. Bij de borrel. Want, laatste dag? Nee, het is Wereldpulvruchtendag. Gitverdimme. Ja. Ik sla me even over, denk ik. Jaarlijks op 10 februari, de Wereldpulvruchtendag. Nou, ik eet dan wel lekker pinda's. Dat zijn ook pulvruchten, hè? Ja, waarom? Ja. Veel lekkerder. Doe ik dat wel, dan mag jij de bonen schoon. Oeh, lekker. Tot morgen. Tot morgen. Dus ik kreeg een berichtje van de buurvrouw van opa Aad, dat ze hem al een paar dagen niet gezien had, de auto nog op dezelfde plek staat en hij zijn telefoon niet opneemt. Dus ik ga maar even langs. Niet dat dat echt helpt, want de deurbel hoort je meestal ook niet. Nou ja. Hij is vanmiddag nog even online geweest op WhatsApp. Dus misschien is hij gewoon in slaap gevallen en de hele nacht, of de hele dag, nou waarschijnlijk dus de hele nacht onderweg geweest en dan nu de hele dag aan het slapen. De vorige keer dat hij 2 dagen zijn telefoon niet opnam, toen lag hij bijna dood te gaan thuis. Dus, nou ja, goed. Toch maar even langs. Nou, opa Aad is toch weer terecht. Had de bel niet gehoord, deed niet open, maar uiteindelijk uren later toch mijn zus teruggebeld. Dat scheelt. Jullie bedankt voor het kijken. Hashtag Kohlrabi, elke dag vers om 5 over half 5. Morgen is het dinsdag. Dagje werken, 's avonds schaken. Verder volgens mij niks. Tot dan.